Ook Dordtenaren lieten dinsdagavond hun waardering blijken met een applaus. Om exact 8 uur klapten zij, samen met heel veel andere Nederlanders, minutenlang voor zorgverleners en ander personeel dat Nederland door de coronacrisis helpt. Onder meer op de Elsingahof, vlak naast het ziekenhuis, en in de binnenstad werd er luid geapplaudisseerd. De hashtags applaus voor de zorg, klap corona de wereld uit en applaus voor onze helden waren trending topic. In Spanje en Italië vond dit initiatief al eerder plaats. Video's daarvan gingen de hele wereld over.